helemaal vorige keer heeft Greke uitgelegd hoe het melken van de koeien in zijn werk gaat. Deze keer neem ik jullie weer mee naar de geiten. Op dit bedrijf worden ongeveer 1200 geiten gemolken. Dit heb ik al eens laten zien in een andere vlog. Maar dit bedrijf heeft nu een nieuw soort systeem, of beter gezegd een soort extraatje. En dat is namelijk dat de geiten die plotseling veel minder geven dan als ze de afgelopen dagen hebben gedaan, blijven staan in de melkstal en dus nog een rondje meedraaien. Hoe het precies werkt, ga ik jullie vandaag laten zien in een vlog. Eerst de geiten maar eens halen. De geiten staan inmiddels klaar, staan achter me. Mooi dag morgen. Ik ga eerst al laten zien hoe en wat. Dit is de wachtruimte van de geiten. Ze komen vanuit daar. We gaan zo hierop. Dan gaan ze naar boven. Lekker druk. Dan gaan ze dit gangetje door. En dan hangt daar een scanner. En die scant de oornemers van de geiten. Zodat dat in dit programma komt te staan. Deze is nog niet gescand. Zolang die hier naar binnen gaat, wordt die gescand. Kijk. Deze geit is nog dragend, dus die kan nog geen melk geven. Maar die moet alvast wel wennen aan de melkstal, dus vandaar dat ze er al wel in staat. Op het moment dat de geiten 65% minder melk geven dan gemiddeld in de afgelopen 10 dagen, blijft aan het eind van het rondje staan, zodat we het melkstal er opnieuw onder kunnen hangen. Hier zijn twee geiten die zijn teruggekomen. Deze is duidelijk leeg. Er zit echt niks meer nu. Dus ze kan gewoon verder. Deze is heel duidelijk dat deze kant nog vol zit. Zetten we aan. Als de geiten klaar zijn met melken, dan kunnen ze weer via het gangetje hier naar buiten. De eerste groep zit er weer op. Kan ik de volgende halen? De tweede groep geiten is de groep met de hoogste productie. Dit zijn heel veel, dus je past ook niet in één keer in de wachtruimte. Vandaar dat ik eerst een rondje melk en pas daarna de rest heb gehalen. Dat was het weer voor vandaag. De laatste staat erop. Nu nog alleen even schoonmaken. Nu het melken klaar is, kunnen we even bij de lammetjes gaan kijken. Het is namelijk nu de lammenperiode. Deze zijn echt pas geboren, zijn nog super jong. Hier zitten de bokjes, die zijn wat ouder. En hier zitten de andere geitjes, in twee hokken verdeeld. Als ze groter zijn, dan gaan ze naar de lammenstal. Daar gaan we zo meteen even kijken. Nu zijn we dan in de lammetjesstal. Dus hier staan alle grotere lammetjes. Achter mij, de hele stal vol. Hier kunnen ze leren eten en hebben ze altijd water. Uit die spenen komt nog melk via de automaat. En kunnen ze ook lekker stro knabben. Hier zitten de alle kleine lammetjes. Super klein! Dit was dan het einde van mijn 5e vlog alweer. Inmiddels is de zomer al begonnen. Dus geniet er lekker van. Doei!